Hey allemaal en welkom bij tutorial nummer 9. Dit is de laatste tutorial in de serie, dus als je dit hebt afgerond, dan kun je 9 en 10 aftekenen, want deze combineer ik in deze tutorial. In de vorige tutorial hebben we gewerkt met transparantie, we hebben drukinkt nagebootst en we hebben een hele toffe bril gemaakt. We gaan nu beginnen met het aanmaken van een nieuw bestand. Ik klik even op Command N. En dan maak je een nieuw bestand en ik noem hem meteen Illustrator 09. Sorry, 09 Illustrator. En dat mag gewoon weer een staand A4 zijn in SMIC op 300 dpi. Oké. Daar is mijn werkblad. En het eerste wat ik doe is even mijn werkruimte zet ik op layout. En als ik dat gedaan heb, dan reset ik hem eventjes. Stel ik hem even opnieuw in. En als jullie dat ook doen, dan hebben jullie precies dezelfde werkruimte en dat werkt een stuk makkelijker. Nou, wat we in deze tutorial gaan doen is we gaan werken met het verloopnet. En met het verloopnet kun je 3D-achtige dingetjes ontwerpen. En we gaan werken met een effect voor het veranderen van de vorm. En dat laat ik jullie aan het eind van de tutorial zien hoe je dat doet. We gaan regendruppels tekenen. En als basis gebruik ik daarvoor gewoon weer een ovaal. En die maak ik perfect rond, dus het wordt een cirkel. En met Alt ingedrukt en Shift ingedrukt teken ik ongeveer zo'n cirkel midden op mijn blad. En het moet een druppelvorm worden, dus ik pak het witte pijltje en ik zet het bovenste ankerpuntje een beetje omhoog. En met het ankerpunt omzetten gereedschap, die je hier onder het pennetje kan vinden, tik ik eventjes de hendeltjes weg van het bovenste ankerpuntje, zodat het echt al meteen een druppelvorm wordt. Ik zoom er even wat op in. Nou, als je zoiets hebt, ziet het er netjes uit, dan kun je verder. Nou, we gaan nu een soort van 3D-achtig uiterlijk geven en dat doen we door het verloopnet. Nou, we hebben al een paar tutorials hebben gewerkt met het verloop. Dat is dat de ene kleur langzaam verloopt in de andere kleur en jullie kunnen daar nou al aardig goed mee werken. Wat het verloopnet doet, is dat je bepaalde punten in jouw object kan aangeven die dan een kleur bevatten en die dan van het ene punt naar het andere punt langzaam verlopen in kleur. Nou, wat je doet is je selecteert het object wat je een verloopnet wil geven en je hebt hier het verloopnet gereedschap. En daarmee kun je lijnen aangeven. En we geven eerst eens een stuk of 4 lijnen. Drie is ook goed. Ja, hier nog eentje bij. Hieronder. Oh, en die zet ik op de lijn. Dus ik wil hieronder nog eentje extra. En ik wil hierboven toch ook nog eentje extra. Ongeveer halverwege. Ja. Jullie hoeven niet precies evenveel te maken. Als je zoiets hebt, is het prima. Nou, ik had een witte vulkleur, dus je ziet hem even niet. Ik ga hem een andere vulkleur geven, namelijk cyan. En wat ik ondertussen meteen even doe is, ik zet hier bij kleuren, zet ik eventjes meer opties aan. En zorg ervoor dat hij dan in SMIC staat. En hiermee kun je straks je kleuren samenstellen. Nou, wat ik wil doen is dat het licht ongeveer vanaf deze kant komt. Dus vanaf linksboven. Dus aan deze kant komt vanzelfsprekend schaduw. Dus ik selecteer hier een paar punten in mijn verloopnet. En als ik Shift ingedrukt hou, dan kan ik meer punten selecteren. Ik heb nu Shift ingedrukt en ik selecteer er een paar punten bij. Zo, ongeveer zo de rechter onderhoek van dit druppeltje. En die maak ik een paar stapjes donkerder. Dan zie je meteen dat je een soort 3D effect krijgt. En dat wil ik eigenlijk bij deze. En deze. En deze. Die zitten ook een beetje in de rechter onderhoek. Die maak ik ook heel ietsjes donkerder. Ietsjes minder. En deze mag ook een klein beetje zwart erbij. Even een beetje prutsen, kijken hoe je uitkomt. Ik zie, nou, voor het effect mag dit puntje ook iets donkerder. Dan nog een klein beetje zwart bij. Zie je, zo lijkt het al wat gladder, dat oppervlakte. Heel ietsjes meer nog misschien. Deze mag nog heel ietsjes zwart erbij. Iets minder snel stopt aan deze kant. Deze moet iets donkerder. Kijk, nou is deze kant goed. Ik vind dat hij hier
Nou, een tikje donkerder mag in dit uiterste hoekje, dus deze. Oh, het is te veel. Zwart erbij. Iets meer. Deze ook iets meer. Het is een beetje prutsen, maar geef hem gewoon. Kijk, goede kleuren. Deze lukt niet om even te kijken, goed kijken. Deze hoek vind ik nog een beetje licht, dus dit puntje mag nog ietsjes donkerder. Ja, dit ziet er goed uit. Nou, ik heb de schaduw aangebracht en dan ga ik de highlight aanbrengen. En dat doe ik aan deze kant. En nou, wat als ik daar even helemaal de kleur uit haal, ik gewoon wit maak. Kijk, dus dan zie je al dat het al heel netjes wordt. Ik selecteer die erbij, dan maak die ietsjes lichter. Kijk eens. Nou, zo krijg je dus redelijk snel al een behoorlijk goed 3D effect. En dan kun je dus een regendruppel maken. En dat is redelijk eenvoudig. Nou, je kan er nog een beetje mee prutsen. Je kan nog wat puntjes donkerder maken als je dat wil. Sorry, wat puntjes in je verloopnet. Nou, zorg ervoor dat hij op deze manier ook echt een soort van 3D wordt. Dat het lijkt alsof je hem zo van je scherm kan pakken. Nou, heb je dit klaar? Dat is hartstikke goed. Dan ga ik deze eventjes een beetje naar de zijkant van mijn blad zetten en ik kopieer hem en ik plak hem 4 keer. En ik zet het dus ongeveer zo neer. En ik ga hem nu vervormen. En dat doe ik op de volgende manier. Ik ga naar effect. En ik ga naar warp. En ik klik daar eentje aan, bijvoorbeeld arc, de eerste. Nou, ik heb de preview aanstaan, dus je ziet wat ik aan het doen ben. En nou, hier mag je een beetje mee prutsen. Ik zet hem even verticaal. En dan kan ik hem bijvoorbeeld heel mooi krom maken. Kijk eens. Dan vliegt hij echt uit de bocht. Dat vind ik wel tof. Zoom hem iets uit. En je ziet dat hij het effect nog niet helemaal heeft toegepast. Dat kan je op de volgende manier doen. Je object uitbreiden. En dan heeft hij hem uitgebreid. En heeft hij het effect ook echt toegepast. Nou, maak hem iets kleiner, zet hem netjes neer. En dan kun je de volgende ook een effect geven. En geef deze dan een ander effect. Warp. Bijvoorbeeld een boogje. Of flank effect, waardoor hij helemaal gaat zigzaggen. Die vind ik wel tof. En deze vorm die breid ik ook nog eventjes uit. En die zet ik ook iets kleiner weer neer. En als laatste deze warp. Kies weer een tof effect. Kijk even wat voor verschil het uitmaakt of je hem horizontaal of verticaal toepast, dat effect. Ik kan het wat uitmaken. En je kan nog een beetje schuin trekken hier en daar. Nou, kijk wat je tof vindt. Deze vind ik wel tof. En die breid ik weer uit. Nou, die effecten die we net hebben toegepast, kan je eigenlijk bij iedere vorm doen. Dus ook bij outlines van tekst. Bij vormen die je getekend hebt, bijvoorbeeld cirkels of rechthoeken. Dan kun je allemaal dit effect meegeven. Het werkt heel leuk, het is super handig. Nou, als je dit ongeveer hebt, dan is de tutorial klaar. En dan mag je hem af laten tekenen door je docent. Heel veel plezier en succes!